ja, dit moet. We hebben echt een hele kar vol. Dingen dat we nog nooit hebben gegeten. Lekker! Dit is heel lekker. Ah! Gadverdamme, wat is dit? Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben vandaag weer met Floor. Hallo. En we zijn dus net naar het Oriental geweest, dus ik zal jullie even meenemen. Hey guys, we zijn bij de Amazing Oriental. Ja, zo heet hij echt, hè? Ja, weet ik. En de groothandel hier in Duivendrecht. Het is heel erg druk hier, vandaag op zaterdag. Het is heel druk. Ja jongens, ik kan wel heel deze winkel meenemen, want ik begrijp er allemaal geen zak van. Het is echt lijp. En dit is allemaal soort gedroogd. Gedroogd fruitachtig. Pickled mango met chili. Nee, wat? Ja, dit moet. We hebben er ook pop-tarts en zo. Ja. Dat vind ik ook zo random. We hebben echt een hele kar vol met zo random. Dit wordt wat. Oké, we hebben echt gare dingen. En we hebben echt gewoon dingen dat we nog nooit hebben gegeten. Nee. Want we zagen wel heel veel gekke dingen liggen, maar dat heb je dan bijvoorbeeld al een keer gezien of op. Maar we hebben echt gewoon de meest random dingen ooit. Dus we gaan het testen. Misschien komen we wel achter hele lekkere dingen en misschien zijn er echt dingen om te kotsen. Echt, ik ben echt heel erg bang voor sommige dingen. Ik ben ook echt heel vooral voor die. Ja, we hebben een soort gedroogde squid. Okay, ja, waar zullen we onze beurt gewoon iets kiezen? Maar willen we een beetje eerst hartig dan zoet of willen we alles door elkaar doen? Ik vind alles door elkaar prima. Nou, dan gaan we hiermee beginnen, want hier ben ik ziek benieuwd naar. Ja. Dit zijn tamarind with sugar en chili. Maar wat is tamarind? Ja, je ziet het dus overal. Ja. Je zag het overal in die winkel en het was een soort van, ook bij het fruit. Ja, een soort kruid ik misschien. Ik zou gewoon echt niet weten wat het is. Een soort balletje met... Ja, ik ben echt wel een beetje bang. Oh, het ruikt gewoon naar een soort van dadels of zo. Oh. Oh ja. Gewoon naar een soort van fruit-ish. Kijk. Oké, cheers. Koude hart. Het is heel zout. Het is nu een beetje pittig. Maar jij ook? Ja. Oh ja, nu wel. Ja. Huh? Maar het smaakt een beetje naar gedroogde... Is het niet gewoon één suikerbom? Gewoon nu wordt het... Ja, het wordt pittig. Sorry, ik heb gewoon geen woorden hiervoor. Want ik weet gewoon oprecht niet wat ik aan het eten ben. Er gebeurt zoveel. Je proeft eerst suiker, dan zout en dan wordt het opeens fucking pittig. Maar ik vind het niet per se vies. Ik ook niet. Maar ik snap gewoon niet wat er gebeurt. Het smaakt gewoon naar gedroogd fruit. Weet je wel, van het Turks fruit. Daar smaakt het naar, maar dan... Heel hard. Tamarin met suiker en chili. Is tamarin niet gewoon een soort fruit? Ik ga het niet opzoeken. Ja, voor mij is het vrucht. Gaan we sterren of cijfer? Cijfers. Ik geef het een 5. Ik zou het wel een 6, want ik vind het niet vies. Nee, ik geef het een 5. Ik heb geen mening. Nee, ik geef het een 6, want ik vond het echt niet vies. Maar ik zou het niet meer kopen. Nee. Ja, ik ben verliefd naar dit. Dit zijn lumpia koekjes. Echt heel spannend. Met suiker, gedroogde garnaal, plantaardige olie, chili en zout. Dus het is een hartig koekje, denk ik. Nee, dit is te cute. Dit is echt te cute. Oh, dit is heel lekker. Lijkt me op kaas. Ja. Het ruikt heel muf. Oh, het ruikt echt naar een hondenkoekje. Ja, oké. Cheers. Dat is lekker. Ja, een gedroogde lumpia. Nou, ik vind het niet vies. Ik ook niet. Ik vind het niet vies. Ik geef dit een 6,5. Ja, ik geef het ook 6,5. Ja. Nou, ik wil dit dus eigenlijk doen. Ik wil het eigenlijk niet. Nee. Ik ben hier echt een beetje bang voor. Dit is echt heel raar. Want dit is dried tofu pickled pepper flavor. Ja. Ik ben gewoon echt geen fan van tofu. Ja, ik heb niet echt een mening over tofu, want het is een beetje smaakloos. Ah, het is helemaal niet gedroogd, het is gewoon zacht. Waar tofu staat er. Met welke smaak? Pickled pepper. Oh, eeuw. Zo. Nee, dit ruikt echt naar kots. Nee. Oh, en het ziet er ook zo goed uit. Oh my god, no way. Kunnen mensen dit eten? Eeuw. Nee. Ah, ik ga echt mijn uitproberen. Gadverdamme, wat is dit? Dit is toch geen snoep? Dat je onderweg lekker zo'n zakje kan meenemen. Nee, dit is echt nooit meer. Oh, het is zo muf. Het is pittig. Het smaakt gewoon naar kots gewoon. Nou, ik zou mijn hond er nog vanaf trappen als Ja, dan ga ik gewoon voor even een beetje iets kan saves. Het is een soort chips. Crispy squid rings. Calamari chips of zo. Oh. Dat is veel kleiner verwacht. Oh, ja. Maar ze zien er wel als een chipje uit. Als een chipje uit. Maar dat is zo'n onion ring. Ja, maar dan moet ik nog cijfer geven aan die tofu. Ja, 0. Ja, dat echt 0. Echt een 0, ja. Oh, lekker. Heel lekker. Nou, dit is gewoon oprecht lekker. Dit is gewoon wel 9. Oh ja. Nou, dit is een toppe. Ja, lekker. Jee. Dit is zoiets raars.
spicy potato slices. Dus een ongebakken chippy of zo. Ja. Oh, het zit ook per stuk verpakt. Zo, het ruikt wel heel sterk. Het ruikt wel naar iets bekends. Het lijkt dus een soort gember. Ja, het ruikt ook een beetje naar, misschien naar die sushi gember. Ja, het is een soort kimchi, maar dan met aardappel. Dat is het letterlijk. Ja. Een aardappel in dat kimchi zuur gedaan. Ja, ja, dat is niet vies. Nee. Ik denk een 6. 6,5. Wat gaf ik ook weer 6,5? Ja, dus dan geef ik dit weer een 6. Ik vergelijk het een beetje met de snoepjes. Kokend water. Geroosterde kokosdrank. Oh, er zitten allemaal stukjes in. Gadver. Eeuw. Het heeft letterlijk stukjes kokosdrank erin. Oh, maar misschien omdat het roasted is, is anders. Wist wat maar. Is het heel zoet stukje. Ja, echt een soort lekker limonadetje. Het is best lekker. Ik kan dit echt begrijpen. Ik vind het lekker. Ik geef dit een 7. Ik geef het een 6,5. Nou, we gaan voor dit. Nou, dit is met dat durian. Durian. Ja. Maar dat schijnt. Ik heb dat nog nooit gegeten. Ik ook niet. Iedereen zegt dat het heel erg stinkt. Ja. En dat, maar dat het op zich prima is, maar dat niemand eet omdat het stinkt. Fruit. En we wilden dus kopen, maar het was f***ing duur. Ja, het was €25. Dus we dachten, dan doen we een snackje met die smaak. Ja, dus we hebben de mini wafer pie. Het zijn soort van wafeltjes. Ja. Oh, het ruikt niet lekker, nee. Oh, normaal niet zelfs. Oh, dat was zo muf. Maar het ziet er zo anders uit. Ja. Ik ben bang. Ik proef gewoon dat het stinkt in mijn mond. Nee, dit is niet mijn vibe. Nee, echt ook niet mijn vibe. En heel chemisch. Nou, dit is helemaal niet lekker. Nee, dit is te muffig. Ik geef dit een 5,5. Oh, ik geef het echt een 4. Oh. Ja, ik ben dus zo benieuwd naar dit. Ja, oh mijn god. We weten dit gewoon niet wat dit überhaupt is. Het lag in de koeling. Het geeft me een beetje baklava vibe. Ja, maar er staat niks op. Er staat suiker, bloem, olie, kleurstof. Ja, er staat letterlijk niks op. Kashmir, Sweet House. Calorieën, niks staat erop. Bereiding, niks. Niks. Letterlijk niks. Het ruikt ook gefrituurd. Oh ja. Het is zo oranje. Het is hard. Lekker. Dit is heel lekker. Churros-achtig. Daar lijkt het op. Alleen dan dunner en dan echt doordrenkt in suikersiroop. Ja. Ik zou die hele bak liggen eten. Ik geef mijn opa 8,9. Ik ook. Dit is echt top. Niet normaal. Dit moet je halen. Maar goed dat we dit hebben gehaald. Kashmir Jalabi. We gaan dit proberen. Ja. Ik denk dat we hier even iets van een bordje en een lepeltje misschien. Ja, er staat letterlijk op Chin Chow dessert. En kruiden jelly dessert. Ja. Tapioca cane sugar. Oh, er liggen hier nog zulke dingen op tafel waar ik zo bang voor ben. Het loopt er hier ook uit. Ja, het loopt er helemaal uit. Het is gewoon één jellyblok. Oh, het is niet heel vies voor mij. Nee, het smaakt letterlijk naar een tapioca bal. Ja. Nee, het is helemaal letterlijk dat. Ziet je? Ja. Oh, het is best prima. Ja. Oh, ik had het zoveel erg verwacht. Ik ook. Ik geef het een 7. Ik ook, want ik hou niet. Ik vind de smaak echt oprecht lekker, maar ik hou gewoon niet zo van. Nee, jij bent niet van jelly. Ja, ik ga denk gewoon voor dit. Zijn we er maar vanaf. Seasoned squid. Dit ziet eruit. Oh, je hoeft het niet eens. Het ruikt letterlijk naar hondenvoer. Ja, mijn maag begint al te draaien van al deze random dingen. Oh, dit is zo naar. Nee, die kan ik echt niet eten. Nee. Het is gewoon hard. Oh. Ja, het is hard. Je kan er niet goed op kouwen. Die hebben we gehad. Ga voor dit. Ja. Dit ken ik wel al, maar jij kent het niet. Nee, nee, ik ken het niet. Maar dit is eigenlijk gewoon een soort van kroephoek. Maar het ziet er zo leuk uit. Maar dan met allemaal kleurtjes. Nou, het ziet er zo leuk uit. Oh, wat al. Cheers. Cheers. Ja, maar het is wel echt lekker. Het is gewoon echt alsof het net vers bereid is, smaakt het. Mmm. Het eet zo lekker. Mm-hmm. Dit geef ik een 8,5. Dit is voor mij wacht een 9. Ja. Zullen we deze doen? Even een drankje. Ja. Niet dat dit trouwens lekker is, want dit is een carbonated soft drink yoghurt flavor. Hier ben ik ook bang voor. Nou, voor de mensen die mijn noedelvideo hebben gezien, had ik dit dus ook gekocht. Maar wat je nou moet doen, en dan... Maar moet je dat door dat glas heen drukken? Ja. Oh mijn god. Ja. Is dat voor iets raars? Ja, niet veel. Er komt zo de koolzuurvrij of zo. Deze drankjes zijn echt heel lekker, maar yoghurt smaak heb ik dus nog nooit op. Dus ik eet het niet. Wow, dit smaakt niet naar yoghurt. Oh. Ik ben heel benieuwd of jij hetzelfde vindt. Is zo'n snoepjes die als kind hebt? Ja. Wat is dit? Armbandjes. Ja. Die je zo af kan. Ja. En die ketting, daar smaakt dit precies naar. Dat is gewoon precies. Dat is letterlijk dat. Zo'n kralenketting. Zo'n kralenketting die je zo af kon. Maar ik vind het wel lekker. Ik vind het een 7. Nou, het is gewoon niet dat ik denk, lekker. Na 6,5 denk ik. Want een 7 zou ik wel echt kopen. Ja. We hebben echt heel erg dingen. We hebben ook echt...
prima dingen. Prima. We hebben ook nog iets in de ja. vriezer, dumplings. Ja. Dit is TikTok, een cassava snack met chicken onion flavor. Ja, het is letterlijk zo kleine balletjes. Chicken onion flavor. Ik weet niet eens Oh, dit is gewoon lekker. Mmm, echt een soort chippies. Ja, echt kleine chipjes. Naar de buitenkant van een bobbelnootje. Ja. En dan zonder dat nootje ja. erin. Ja. Ik vind dat nootje nooit lekker. Nou, dit is top. Ja. Dat is letterlijk dit. Ja. Geef me een 8. Ja, we hadden nog geen 8. Oké, ik ga deze doen. Oh. Sour dill pickle. En we hebben dus nu een dillenverslaving. Ja. Nou, dit is niet goed hoor. Ah! Nee. Oeh. Juice uit. Zo. Het is echt heel zuur. Nou, ik vind het dus eigenlijk niet nee. eens heel vies. Nee, die dillesma. Nee, ik vind het niet heel vies. Oh, ik vind dit echt heel vies. Maar ik hou dus wel echt van azijnerige dingen. Ja, maar het is gewoon zo muf, denk ik, omdat het in zo'n plastic verpakking de hele tijd zit. Het heeft zo'n chemische smaak. Ja, dat is wel echt zo. Maar ik denk dat we dan dus nu die moeten proberen. Want ja. Ik denk dat een beetje hetzelfde vibe heeft. Ja, dit is een pickled mango. Dit stinkt ook gewoon. Oh, ik geef dat een 5. Ik geef het een 3. Het is gewoon echt een mango. Het ruikt gewoon letterlijk naar een olijf. Ja, cheers. Het smaakt ook naar een olijf. Ja. Nou, ik hoef niet op te eten. Nee, ik geef dit een 5,5. Ik geef het een 5,5. Wat wil je dit doen? Ja. Dit is dus Korean rice wine. Yo, maar dit is zo. Ik kom nu al geur af. Zo, het is echt van die babybanaan. Ah. Echt van die babybanaan. Eww. Huh? Ik had het veel dikker en ik had het echt gewoon deze kleur verwacht. Eww, het is gewoon mel. Ja. Oh, dit is vies. Dit is vies. Dit is vies? Nee. Nee, joh. Ik had het zoveel lekkerder verwacht. Het is heel zuur. Het is... Vies! Het smaakt letterlijk naar hoestdrank. Nee, dit is het gewoon. Nee, dit is het echt niet, jongens. Oké, okay, zullen we gewoon even een lekker cakeje eten? In ieder geval, ik geef het echt een. Oh ja. Nou, echt een 2. Ja, een 2. Nee. Ik vind het tijd voor een lekker cakeje. Ja. Ik weet eigenlijk niet welke smaak het is. Ja, volgens mij is pandan dus de smaak. Oh. Oh, dit zijn ook van die schoolverpakkentjes. Ja. Misschien zijn dit wel echt van hun schoolkoekjes. Oké, okay, nou, cheers. Cheers, daar gaan we. Oh, het is kruimelig. Het is droog. Ja. Ja, het smaakt heel erg naar eigen gebakken cake. Het heeft best wel veel smaak voor zo'n klein cakeje, vind ik eigenlijk. Oh, waar smaakt het nou naar? Het smaakt naar iets. Het heeft een bepaalde smaak. Ja. Nou, ik vind het wel gewoon lekker eigenlijk. Maar het moet. Het smaakt, weet je wat het naar smaakt? Kokosbiscuits. Mm. Snap je wel wat ik bedoel? Wacht, ik ga het nu opzoeken hoe dat heet. Nou, Nissa. Ja, oké. Verkaden. Hier smaakt het precies naar. Nou, ik vind het niet vies. Ik vind het echt best lekker. Mm. Ik vind het heel lekker. Ik geef ze ook wel een 9, denk ik. Nou. Dit is zoiets raars, jongens. Dit is plum ready to drink vinegar. Ja. Dus azijn. Maar wel met appel, denk ik. Wat je moet drinken. Ik neem een plum met pruim. Oh. Er zit ook zo'n raar kruidzakje. Ja, het zit echt in zo'n fruit. Ja. Zal ik het proberen? Ja. Nou, nah. Waarom maken ze dit? Het heeft wel echt een vinegar nasmaak. Maar het is echt weer zo zuur. Het is zo chemisch. Ja, dat ook. Ja, het is mij gewoon naar wasmiddel. Ik vind dat drinken 2. Echt een... Ja, echt een 2. Dat weet ik. Oh, dit is lekker. Omdat ik dit ook een keer heb gedronken. Dit is een litchi. Maar het is wel lekker als het koud is eigenlijk. Ja, maar dit is wel echt... Deze vind ik zo lekker. Ja. Wel echt zoet. Heel zoet wel. Maar wel echt lekker. Mm. Ik geef dit een 7,5. Oh, ik geef dit wel echt een 8,5. Ik zou dit wel echt bestellen en zelf kopen. Ja? Ja. Nee. Maar ik hou niet van frisdrank en zoetigheid. Nee, oké. Oké, het is uit de... Ja, het is sticky rice met durian. Durian. Met coconut cream. Met kokos cream, ja. Dus een soort toetje, denk ik. Het stinkt wel erg. Oh, het stinkt heel erg. Oh, het stinkt echt heel erg. Het is gewoon die durian smaak. Durian. Als het een andere smaak had, was het lekkerder. Nee, dit is niet... Het is zo muf. Ja. Dit is echt een 4. Ja. Oké, okay, we hebben hier dus chicken en gyoza dumpling. Chicken en koriander dumplings. Okay. Het zijn dus chicken en koriander dumplings. Ja, dat is het.
Ja, het is wel lekker. Sorry. Oh, ik vind dit wel echt lekker. Ik geef dit een 8. Ik geef het een 8,5. Zonder het sausje is het denk ik wel minder lekker. Ik ga stuk dat ik dit met een lepel aan het eten. Helemaal geslaagd. We hebben alles geproefd, hè? Ja. Het was een achtbaan van een rollercoaster van smaken. Van smaken, emoties. Ik vond het wel echt heel leuk. Laat ons weten wat je ervan vond. Vergeet zeker niet een blauwe hoog te geven, natuurlijk. We hebben dus ook een hotpot wat we nog gaan proberen op TikTok. Ja, die popping jellies. Die popping jellies. En we gaan zelf bubble tea maken. Dus check mijn TikTok, Sarah Verwoerd. En dan gaan we de slingetjes ook uitproberen. Dus helemaal leuk. Bedankt voor het kijken. Doei! Doei. Yes, I'll be on my way now.